dan ook mijn vraag. Je zit hier ook als voorzitter van de JOVD. Aan Hilde de vraag, ja. Ja, aan Hilde de vraag. En gisteravond kregen we te horen dat Rutte ook de PVV uitsluit. Nadat eerst ook al werd gezegd vanuit de VVD dat Forum voor Democratie uitgesloten moet worden. Dan denk ik van ja, hoe kijk je daar nou als jongerenorganisatie tegenaan? Want ja, dat betekent eigenlijk dat Rutte alweer over links moet. Terwijl heel veel VVD-kiezers daar niet op zitten te wachten. En ik ben voor de grap ook eens even gaan kijken waar jullie als JOVD zo sterk tegenaan bemoeien de laatste tijd. Dat was onder andere vrouwenquota. Zelfs de JOVD-leider. Nou, dat was zelfs een filmpje met een PVV-kamerlid. Ja, en die bleken opvallende overeenkomsten te hebben. Ik heb de JOVD ook gegooid over de avondklok. Nou, daar was links ook voorstander van. Wat heb je nu voor je op je telefoon? Zijn dat notities? Ja, notities. Ik heb eens even opgezocht waar de JOVD zich over druk maakt. Maar jij opent nu een debat, maar ik wil toch graag het artikel analyseren. Weet ik, maak de vraag alleen even af. En de avondklok, nou, is de JOVD tegen. En de PVV en Forum zijn daar ook tegen de andere rechtse partij. Ik neem tot laatste voorbeeld een links klimaatmanifest. Nou ja, daar sloot de JOVD zich niet bij aan. Nou, welke partijen zijn juist een beetje klimaatskeptisch? Nou, die zitten ook ter rechterzijde. PVV, Forum voor Democratie. Hilde. Betekent dit nu dat de VVD... Wat zeg je nou als JOVD-voorzitter tegen al die VVD-kiezers die zitten te wachten op het rechtskabinet? Ja, nou, kijk, ik ben tegen het uitsluiten van alle partijen eigenlijk. En PVV is natuurlijk al jarenlang uitgesloten door de VVD. En sinds deze week is Forum voor Democratie daarbij gekomen. Wat vind je ervan? Nou ja, goed, ja, ik spreek me altijd uit tegen het uitsluiten van iedere partij. Of dat nou GroenLinks is, waar ook een zeker aantal VVD-kiezers eigenlijk voor staan. Hè, van sluit GroenLinks nou uit. Weet je, ik vind in een ultieme democratie wachten we gewoon op de verkiezingen. We sluiten geen partijen uit, geen één, of het nou links is of rechts. En na de verkiezingen kijken we gewoon wie zijn de grootste. En het allerliefste zou ik hebben dat de grootste partijen met z'n allen gaan kijken of ze kunnen formeren. Maar het is natuurlijk ook best wel begrijpelijk, hè. Na de vorige keer dat de PVV toch gedeeltelijk meedeed, begrijp ik ook wel dat vanuit de VVD het vertrouwen in de PVV is dat het is verloren. Je snapt de keuze. Dat kan ik me ook wel allemaal voorstellen.